Ja, Elliot River heeft een halve lengte voorsprong. Hebbingen kijkt een paar keer opzij. Kijkt wie daar komt en ziet voorlopig nog niks dreigends. Behalve Adelaar vlakbij. Achter hem aan de reling zijn de Callisto Kings Deep. Daarachter helemaal in de start van het veld. Probeert nu ook een vrij spoortje te vinden. Heeft hij inmiddels ook gevonden. Enjoy Dream. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Inmiddels zijn ze halverwege de Charda-bocht. En het is Elliot River die nog altijd leidt. Aan de buitenzijde komt Krebas, de regisseur van de koers met Dylan F. Boko zelf. En achter hem aan Dasmijn Medo. Als Krebas dat wist, was hij niet zo blij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Dasmijn Medo gaat naar de buitenkant. Leiding wordt nu overgenomen door Dylan F. Boko. Binnenkant Elliot River. Buitenzijde Dasmijn Medo. Elliot River aan de binnenkant vecht weer terug. Elliot River. En naar de buitenkant Dylan F. Boko. Dylan F. Boko wint. Tweede plaats voor Elliot River. Ze worden 1 en 2. En de derde plek, close tussen Callisto Kings Deep en aan de buitenkant Dasmijn Medo. Uitslag is officieel, dames en heren. Bas Krebas zei voor de koers al, als ik deze koers niet win, dan ben ik er heel erg ziek van. Maar dat hij hem zelf zou winnen, dat had niemand gedacht. In 1-16-2. 1-16-2, fantastisch nieuw record voor Dylan F. Boko. Ook nog eens, ja Bas, hebben we de koers helemaal geanalyseerd en er gebeurt dit. Ja, ik had ook niet op gereken. Kijk, Dennis was al weg aan de start. Ik denk dat misselijk van. Ik denk, begin zelf goed, lag ik achterin. Maar hij voelde onderweg zo graag aan. Ik denk, een ogen moet toch maar een beetje oprijden. Ja, en hoe kan de waarde er zo voorbij? Ja, maar het is geluk bij een ongeluk, want je tipte Dion Convital. Alle mensen die Dion Convital winnend hebben gespeeld, die kregen Dylan Effer gratis bij, want daar liep een stalverband. Ja, alles mooi voor die mensen. Ja, dat is ook zo. Nee, enorme verrassing. Kijk, ik zei al, hij sprong hier natuurlijk weg met Dennis de vorige keer. En daarna, als hij te behandelen zijn voorbenen, je ziet het resultaat. Magistraal. Fantastisch. Super, super prestatie van het paard. Monaco al voorgewerkt? Ik denk Dennis, want ik sta hier en heb ik niet op gerekend. Kijk aan. Bas, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, mannen. Super succesvol jaar voor de Spanga Hoeve. Ze hebben twee paarden die eigenlijk voor Alkmaar bestemd waren. Daar zijn ze dan ook kampioen geworden. En Dinant werd het paradepaard van het jaar. Maar we hebben de Regio Challenges. En dat is een geweldig initiatief waar de Spanga Hoeve dan optimaal van profiteert. We danken de drafbaan in Alkmaar voor de goede onderlinge relaties. En het beschikbaar stellen van enkele ereprijzen. Wat een mooie winnaar deze Dylan F. Boko. 6 jaar deze bruine ruin. Als tweejarige zat hij er al bij. Het paard werd geacht vroeg rijp te zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Bas nam wat gas terug. En uiteindelijk heeft hij een geweldig paard overgehouden. Ken Workington uit Pocono Boko. Boko Stables Holland BV. Samen met de familie Iwema. Spanga Hoeve de eigenaar. Bas Krebas de trainer. En vandaag ook de rijder. Had het niet verwacht. Hij heeft het wel geklaard. Geef ze een groot applaus. Dylan F. Boko. Bas Krebas. Gevallen. Johnny Westerbrink zei, ik ga de kop pakken en dan ga ik heel hard rijden. Dat doet hij. Callisto Kings Team aan de buitenzijde. Iron Migliore, galopado van starter van de favoriet. Dinant Convital. Uitgeschakeld. 2-2 galop. En die is eruit. Dinant Convital is uit de koers. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En het is Callisto Kings Team die daar leidt. Tweede plaats is voor Iron Migliore. Derde plek aan de relingzijde voor het nummer 4 in de PD-kleuren. En dat is Dutch Dynamite. De buitenzijde gaat de deelnemer hard naar voren. En die deelnemer, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat is Rick Hebbingen met Elliot River. En die schuift nu op aan de buitenzijde en gaat de leiding zometeen overnemen. Valt dus best wel mee. Start nummer 8 als je maar gas geeft. En dat doet Hebbingen op dit moment. En hij gaat nu de leiding overnemen van Callisto Kingsdeep. En die gaat nu een hele mooie koers krijgen daarachter. Daarachter volgt op plaats 3 aan de relingzijde dan de vlieger met Iron Migliore. De rest van het veld heeft daarachter positie gekozen. En niet iedereen is even mooi terechtgekomen. Kijk ook even de staart van het veld. Daar ligt op dit moment Janko BD. Zo gaan de paarden de bocht door. Komen zometeen in de rechte lijn voor de tribune. En Elliot River ligt vooraan. Elliot River, de favoriet van het lijfblad. Maar dat is nog geen garantie dat je de koers ook wint. Dat zou mooi zijn, maar zo is het niet. Elliot River leidt. Is inmiddels in de rechte lijn voor de tribune. En het veld daarachter schuift in elkaar. Tempo is dus duidelijk naar beneden gegaan. En de leiding in handen van Elliot River. Buitenzijde is dichterbij gekomen. Ligt nu op plaats 2. Wordt heel sterk gehouden. Adelaar. Adelaar op plaats 2. Tempo is heel erg laag.
Daarachter op plaats 3 aan de reling zijn de Callisto Kings Diep. Vierde plek aan de buitenzijde is voor Janko BD. Daarachter volgt Jan Thijs de Jong aan de buitenkant met Celtic Boko. Achter Celtic Boko aan de relingzijde volgt Iron Migliore. Daarachter aan de relingzijde volgt Dutch Dynamite. En aan de buitenkant daarnaast gaat nu naar het derde spoor Crema zelf. En dat doet hij met Dylan F. Boko. Die gaat nu drie dik in de aanval, Dylan F. Boko. En erachteraan gaat Das Mijn Medo met Jos Verbeek. Die laat zich mooi naar voren brengen, maar die moet nog wel een heel stuk naar voren afleggen. En vooraan ligt Elliot River nog altijd. Elliot River heeft een halve lengte voorsprong. Hebbingen kijkt een paar keer opzij. Kijkt wie daar komt en ziet voorlopig nog niks dreigends, behalve Adelaar vlakbij. Achter hem aan de reling zijn de Callisto Kings Diep. Daarachter helemaal in de start van het veld. Probeert nu ook een vrij spoortje te vinden. Heeft hij inmiddels ook gevonden. Enjoy Dream. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Inmiddels zijn ze halverwege de Charda-bocht. En het is Elliot River die nog altijd leidt. Aan de buitenzijde komt Krebas, de regisseur van de koers, met Dylan F. Boko zelf. En achter hem aan Das Mijn Medo. Als Krebas dat wist, was hij niet zo blij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Das Mijn Medo gaat naar de buitenkant. Leiding wordt nu overgenomen door Dylan F. Boko. Binnenkant Elliot River. Buitenzijde Das Mijn Medo. Elliot River aan de binnenkant vecht weer terug. Elliot River, Das Mijn Medo. En aan de buitenkant Dylan F. Boko. Dylan F. Boko wint. Tweede plaats voor Elliot River. Ze worden 1 en 2. En de derde plek, close tussen Callisto Kings Diep en aan de buitenkant Das Mijn Medo.